Oké, ik heb net heel even lekker geslapen. Ik was zo moe. Ik dacht, ik ga gewoon even een uurtje slapen. Maar het gevolg is dat nog steeds een troep is in huis. En de boodschappen moeten nog gedaan worden. En Hans die belde net. Hij zegt dat ik even mijn ouders mee eet. Heel erg jammer, want ik had heel veel zin om risotto en zo te maken. En ik ga het toch niet voor mezelf in mijn eentje maken. Sinds ik gewend ben om altijd voor twee of meer te koken. Vaak voor twee. Het lijkt net alsof ik ook voor Charlie kook. Nope. Maar sinds ik gewend ben om voor twee of voor gasten te koken, vind ik het niet meer waard om in mijn eentje te koken. En ik weet nog wel dat mijn moeder dat heel erg had. En toen ik zei, nou ja, en toen was ik student. Ik zeg, nou, ik woon dus op kamers. Maar ik kook echt altijd voor mezelf. Maar als je het gewend bent om alleen voor jezelf te koken, prima, oké, dan zou ik het ook doen. Want je kan niet elke dag tosti's eten. Maar nu, ik ben het niet meer gewend. En dan denk ik echt, vind ik echt niet de moeite waard hoor. Al die moeite alleen voor mezelf. Dus dat vind ik wel een beetje jammer, want ik had juist wel zin in lekker eten. En hij gaat daar vast iets heel lekkers eten. Want zijn moeder gaat altijd hele lekkere dingen maken. Of hele lekkere dingen halen. Of pizza of friet of zo. Maar goed, ik ga nu even boodschappen doen. Want hij komt thuis en dan zijn de winkels al gesloten. Hij heeft de auto mee, dus ik moet alles op de fiets gaan doen. Dus ik ga ook een beetje selectief zijn. En het worden niet te veel weekboodschappen dit keer. Note to self. Nooit het mandje van je fiets tot een opslagmandje bombarderen. Want nu is het zo vaak een opslagmandje geworden. In 9 van de 10 keer eerst het mandje moet uitpakken voordat ik het kan gebruiken. En let niet op de wc die heel erg zo open staat. Charlie die loopt er heel vaak heen en dan gaat hij even sniffelen. En dan doet hij nooit de deur dicht. Hé? Oh, brownie brittle. Dit is dus die lege zak. Die heb ik ook nog bewaard. Iemand heeft zo'n sterke aftershave in de winkel. Dat ik het echt overal ruik. Echt niet normaal. Echt overal, want het is best een grote winkel. Een beetje standaard Albert Heijn formaat. Dat is de Jumbo. Maar echt. Echt overal. En is het echt heel sterk. Nou, dit is praktisch. Hoe kan ik nou hier... Dit is toch geen vakken. Hè? Hoe kan ik nou hier een pak uit halen? Uh-oh, zie je die lucht? Ik moet ook echt precies die kant op. En de wind staat ook die kant. Je merkt al echt dat het gaat waaien en zo. En even voor de record, ik heb dus geen jas aan. Omdat ik dacht dat het wel kon. Dus er stond geen echte jas op deze broek. Dus toen heb ik geen jas aan gedaan, maar een hele dikke sjaal. En nu ga ik altijd weer. Ik wil echt niet nat worden. Oh, en dan weet ik even niet hoe ik thuis moet komen. Want elke straat die ik wil pakken, die is afgezet. Oh, vreselijk. Mimi. Ik bedoel, ik kan gewoon fietsen als ik op de heenweg ben gekomen. Dat was heel erg om. En ik wil nou niet om fietsen. Maar goed, heel hard doorfietsen en toch maar de route pakken die ik net ook had. Ik ben te onbekend in Zaltbommel om dan te weten, oh ik pak die straat en drie straat wel. Ook ruimtelijk inzicht heb ik daar niet voor. Nu kom ik langs mijn ouders huis en dan denk ik, zal ik even aangaan of niet? Want als ik aanga, kan het zijn dat het gaat regenen en dat ik weer door de regen moet fietsen. Oh, ik zie helemaal geen auto. Dan denk ik dat ze niet thuis zijn. Nou, dat is mooi. Ik ben ook niet schuldig te voelen. Dan voel ik me een beetje schuldig dat ik langs hun huis fiets en dat ik niet even aankom. Dat heb ik dan toch een beetje. We hebben echt bizar veel gedaan. Mijn vader die appte een uur geleden opeens. Ik kom eraan, nou, mijn moeder helemaal wat. Die dacht echt dat hij tot 10 uur zou blijven werken of tot 9 uur. En nu, het is nu, ik weet niet eens. Hoe laat is het? Het is van 7 uur denk ik. En we zijn bijna klaar. En het is zoveel beter. Dus zo alles opgeruimd, alles in dozen en stellingkast. Ik zal het laten zien. Tada! En dit is het dan. Het lijkt nog steeds een beetje rommelig. Alle kinderstoelen staan hier, maar ja, die moeten ergens staan natuurlijk. Het is in totaal hebben gedaan. Dus de deur uit deze kasten gehaald. Dus dit is nu open en gesorteerd. Gewoon een beetje wel huishoudelijke chemisch en andere chemisch. Hier hebben we 2 stellingkasten neergezet. En hier stond, ja, ik weet niet eens wat hier stond. Gewoon troep. En allemaal dozen gekocht en alles gesorteerd in dozen. Weet je wel, elektrisch groot, elektrisch klein, ijzerwaren. Etcetera. Hier ligt allemaal handgereedschap en schroefjes en zo. Gewoon kleine troepjes die dan gesorteerd kunnen worden per project. Tja, hier ligt een mini boordje en hier ligt wat schuurpapiertjes en zo. En hier hangt dus al het hout, al het PVC, al het plastic. Daar is alles al het ijzer. Hierboven heb ik al het tuingereedschap. Dat hing er al wel, maar dat bungelde helemaal naar beneden. De hele tuin is nu dus ook leeg. Alles wat eerst in de tuin stond, is nu ook echt weg. We hadden eerst de hele vloer leeg gemaakt, er stond de hele tuin vol.
En dat was dag 1. Toen zijn we naar de Milieustraat gegaan. En toen heb ik deze werkbank opgeruimd. En toen stond nog een keer, geen grapje, de hele tuin vol. Dat was zoveel. Mijn moeder die komt thuis, die zei, waar komt dat nou allemaal vandaan? Je komt allemaal van die werkbank. Hebben ze leeggemaakt. Hier is dat hardboard. Dat hebben we eraf gehaald. Ik ga dit vullen, maar dat hadden we nu geen tijd meer voor. Met van die haken waar dan een bel of een boormachine of zo aan kan hangen. Op dezelfde manier als ik dat zelf heb gedaan. Dit is trouwens ook wel grappig. Deze lijmtangen met een strikje eromheen. Die krijgt hij van ons voor zijn verjaardag. Dit is dus trouwens allemaal voor zijn verjaardag. En die kreeg hij van ons, want ik heb ze ook. En hij had gezegd, oh, dit zijn fijne lijmtangen. Dus ik heb ze ook voor hem gekocht. En dan kijken of hij ze ziet. Ik ga nu de camera hier zetten. Hij komt zo thuis. En ik ben echt heel benieuwd hoe hij reageert. Ik denk dat hij in het begin echt een beetje verbouwereerd is van, wat is hier gebeurd? Ik ben echt heel benieuwd. Ik ga even vragen hoe lang het nog duurt. Ik stond net in de Albert Heijn en toen dacht ik, ik kan natuurlijk ook gewoon frietjes eten. Dus ik heb even een frietje in de oven gedaan. Het is echt mijn favoriet op dit moment, omdat het zo lekker is en heel veel minder calorieën en heel veel minder weetwarsjespunten dus dan in de frituur. En echt waar, als je ze zo pakt, het is al gekroken in folie met een beetje de olie eroverheen. Nou, ze komen echt bijna aan frituurfriet. Oh, heel knapperig. Overzien met feta. En ik ga er nog meer feta bij doen. Ik weet niet of het lekker was om dat mee te laten smelten, dus ik heb maar geprobeerd. En ik ga straks nog meer feta erover verkruimen. Dus ik heb expres geen kroket gepakt, kroket of frikandel gepakt. Dan moest ik weer helemaal de friteuze gaan halen en zo. En die zat helemaal beneden. Dus ik dacht, nou, het is ook wel gezonder. En ik heb net stiekem toch nog even die brownie brittle gegeten. Ik heb hem toch opengemaakt. Zo lekker. Het is echt niet goed om dat in huis te hebben. Nou goed, ik ga lekker eten en lekker een film kijken en zo. En lekker even chill de bills. Nou, dat klopt niet hoor. Oh, hij valt net uit. Maar hij zei dus dat dit 4 gram was. Ik mocht willen dat dit 4 gram was, want dan mocht ik echt heel veel van dit soort borden. Want ik mag dus eigenlijk, of mag, ik wil 100 gram. Nou, dat klopt echt niet, wat gek. Ik heb het echt een paar keer geprobeerd. Oh, dan gaat hij helemaal niet meer aan. Oh, jawel. Ik heb het een paar keer geprobeerd, wacht, ik zal het nog een keer doen. Hier, dit is dan 27. En ze zien. Nou, dit is zelfs 0. Kijk. Nou, is helemaal kiloiet. Ja, Sifra, de weegschaal doet het niet. Heb je nooit geleerd dat een weegschaal op een harde ondergrond moet staan? Dus niet op een keukenlap? Ja, je cadeautje. Kom maar even met smart op je gezicht. Jemig. Mooi. Geen mental breakdown. Oh, dat komt straks. Nee? Oké, Hans heeft gebeld dat hij elk moment naar huis kan komen. Dus ik ben als een speer heel hard gaan opruimen, want ik was er aan het eten. De woonkamer is opgeruimd. Ik heb trouwens een heel leuk nieuw kussen daar. Blauw met die vogels, heel leuk. Maar goed, de woonkamer is schoon. Dit is ook schoon, maar er zijn troepjes die ik gewoon nog even moet opruimen. Maar ja, en de gang is ook schoon en de wc ook. Maar dan zie je de keuken. Ja, dat moet dus allemaal nog gebeuren. En boven ook nog. En ik had eigenlijk gehoopt dat allemaal te doen. En ook nog 2 blogposts te schrijven. Ik maak altijd de grote to-do-list. Je zegt altijd. Help me herinneren dat ik dat afleer. Want het voelt ook niet verzadigend als je nooit je to-do-listje afkrijgt. Ja. Maar ik ben wel heel ver gekomen. Ik heb veel doorgestreept. Zo. En toen waren we weer thuis. Het regent echt zo hard. Heel bizar, ik heb het dus in het ritje van mijn ouders huis naar hier. Oh, het raam gaat open. Dit is super. Die ziet mij misschien. Ik zal misschien even naar binnen gaan. Oh, het regent zo. Door de regen. Oh, ik ben blij dat je thuis bent. Ik ook. Tjoene. Ik heb een kus gehad. Ik durfde het niet zo goed, want ik heb uitgegeten. Ik stuurde een foto van de kapsalon die ik had gegeten. Ik heb het met mijn ouders net gegeten. Nee, Rebecca, alsjeblieft, mag ik even kussen? Sibra is een mondpolitie. Nee. Shut up and kiss. Ik krijg geen ei. Yes! Wel dat je echt moet douchen. Ja. Volgens mij had ik het niet in beeld, dat weet ik niet zeker. Nee, ik had het in de auto zag ik gewoon mijn nagels zijn helemaal zwart en zo. Nee, je raakt dat niet. Maar, ik heb je multitool gebruikt. Ik zeg altijd jouw multitool, maar het is een beetje onze samen multitool. Ik gebruik het regelbaar zoveel, denk ik. Maar, het is toch jammer natuurlijk wel. Maar ik was even benieuwd of ik het goed had ingepakt. Of op de manier zoals jij het wilde. Sorry voor de troep hier nog, maar. Ik ben heel benieuwd.
Wat? Je hebt zoveel wijn. Ja! Zag je hem niet in de buitenkant? Ja, buitenkant. Nou, inderdaad, je wel. Hij was echt zo stoffig. Ik heb al deze hoekjes heb ik allemaal zitten schoonmaken. En hier tussen, hierin. Ik denk dat er echt mannen nu kijken en denken, what the fuck, vrouw. Maar kijk, ik heb alles schoongemaakt. Het ziet er nog steeds zelfs een beetje stoffig uit. Maar ook al deze... Heel mooi. Honeycomb. Ja, heb ik ook allemaal schoongemaakt. En dit. En hier tussen. Ik heb eerst... zelfs de multitool zelf. Ja, en ik heb alles... Je hebt het toch niet helemaal ondergedompeld nee, dit... in water, hè? Nee. Dit is verf, dat kreeg ik er niet af. Maar voor de rest heb ik hem helemaal schoongemaakt. Nou, zal ik je even wat leren? Hij moet met zijn kop naar beneden. Oh, sorry. Klikt... Hallo. Sorry. En deze batterij, die past hier. Oh, sorry Hans. Wat past hier dan? En de oplader, maar die had ik mee. En waar passen dan de schuurpapiertjes? Zitten die? Oh, die zitten hier natuurlijk, ja. Oké. Okay. Thanks, honey. Hey, maar ik heb dus nu geklust bij mijn ouders. Er staan twee vieze koffers daar. Ja. Die kan je ook doen. Leuk. Charlie probeert zo in het gesprek te komen. Hij kruipt overal onder de door om erbij te komen. Ja, hij was zo aan het blaffen. Ik dacht, ik zal hem even negeren als ik dan binnenkom. Ja. Dat is helemaal goed. Thanks, schatje toch. Kom, wil je ook even hoi zeggen?